Als topsporter weet ik natuurlijk hoe belangrijk spieren zijn. Maar de impact van een spierziekte, nou, dat is onbeschrijfelijk. En er zijn maar liefst 20.000 kinderen die dat hebben. Janelle heeft dat dus ook. En toch is het gewoon zo'n sterk meisje als je haar ziet. En ze is elke dag bezig om beter te worden, sterker te worden. Met maar één doel. En dat is zelfstandig weer leren lopen. Daar heb ik heel erg veel respect voor. In het Spieren voor Spieren kindercentrum in het UMC van Utrecht, daar zijn de slimste koppen bij elkaar. Die zijn dagelijks bezig voor een oplossing. En met succes, want de spierziekte SMA, daar is dus bijvoorbeeld nu een medicijn voor. En dat is echt een historische doorbraak, mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet, want er zijn zoveel spierziektes die nog gewoon de wereld uit moeten. Ook de spierziekte waar Janelle tegen vecht. Want zij moet ook gewoon winnen. Samen blijven winnen, dat is voor mij als echt topsport.